Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 5 mei, bevrijdingsdag. Ik ben klaargemaakt. En leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteren naar de Snackmasters gekeken. En ja, het was wel heel leuk, maar ik was niet bekend met het product, want ze moesten een snackburger namaken van de Febo. Muis, stop daar even mee. Niet doen. En ik eet die dingen niet, want ik hou er niet van. Dus ik weet niet hoe die smaakt. Maar het was wel moeilijk, want er was heel veel geheim. Bijvoorbeeld de saus, dat was echt heel erg geheim. Je kreeg wel een kijkje zeg maar in die fabriek, maar de saus, dat was een geheim hoe die gemaakt werd. Eigenlijk is er een heel geheim achter dat broodje. Dus hoe die echt in elkaar zit, dat weet je nog steeds niet. Er zijn maar 3 mensen die dat weten. Dus dat was wel lastig, maar... Ron Blauw die deed mee en die ken ik wel van naam en die was samen met een oud leerling van hem en uiteindelijk won hij wel de wedstrijd en daar was ik al wel voor. Ik vond die leerling een beetje vreemd. Dus ach, het was wel weer leuk. Na 4 handen op 1 buik, ja, ik heb me wel weer wat geïrriteerd, want dat meisje dat was 21, bewust zwanger, maar zij was nog zo kinderlijk. Gewoon hoe zij deed, ik zat me gewoon een beetje te irriteren. Maar goed, ik vond het wel weer leuk een nieuw seizoen, maar dit was wel even een irritatiepuntje. Toen ben ik de vlog gaan afmaken. Die is nu helemaal geëdit en zo. Heb ik mijn foto's bewerkt, dus die zijn ook klaar. Dus eigenlijk was dat de avond. Ik zou een nieuwe Netflix-serie starten, maar er was ook nog een seizoen 2 van Anne Plus. Dus die ben ik nu aan het kijken. En dan ga ik daarna wel even kijken voor een echte nieuwe serie. Maar als het goed is, komt deze maand ook Ferry online, de serie. Dus ik weet niet precies wanneer die komt. Dus het zou mooi zijn als dat net overlapt, dat ik die kan gaan kijken. Alleen verwacht ik wel dat die misschien ook weer per week online komt. Ik had ook de laatste aflevering van Mokro Mafia seizoen 1. En die was wel heel heftig ook. Maar ik trek het wel om door te kijken. Dus wat dat betreft was het een lekker avondje. Ik ga nu hier zometeen eventjes aan de schoonmaak. Ik ga eventjes mijn woonkamer doen. Ik had weer spinnetjes op de slaapkamer. Ik weet echt niet waar ze vandaan komen. Het is heel gek. En dan ga ik daarna even bullet journalen. Het is buiten heel waaierig en winderig. Het is echt een beetje herfstachtig. Op zich ook wel gezellig. Dus ja, dat is het. Ik ga een muziekje aandoen. En dan ga ik eventjes lekker mijn dingetjes doen. Dus ik ga jullie er even bij zitten bij het schoonmaken. Dan ga ik er ook gewoon aan beginnen. Want des te eerder ben ik ook weer klaar. Mijn was die hangt nu wel, dus ik hoop eigenlijk dat ik morgen of zo nog even een nieuwe aan kan zetten op vrijdag. Want dan is dat tenminste ook klaar. Dus ja, tijd om dat te gaan doen zou ik zeggen. Oh ja, ik wilde trouwens nog wel even vertellen ook over de herdenking gisteren. Ik heb dan op 4 gekeken. Het is altijd wel heel indrukwekkend. Ondanks dat er geen mensen bij aanwezig zijn, dat maakt het ook wel heel karig. Ik heb op het nieuws heb ik een stukje van de speech van André van Duin gezien. Die was ook wel heel indrukwekkend wat ik zo hoorde. Die heb ik dus niet helemaal gezien, maar ja, het was wel heel indrukwekkend. Dus ja, op zich allemaal wel heel mooi. Dus nou ja, dat eigenlijk.
Vertel, katje hebben een eetop. Ik heb lekker weer een schone woonkamer. Dus dat is altijd fijn. Ik heb het wel heel erg koud. Ik heb wel even lekker gebullet journaled. Ik was net even bezig met de planning voor YouTube. Wat wanneer online moet komen. Dus daar moet ik nog even mee vogelen. Want dat is allemaal eventjes een beetje een dramaatje. Maar goed, ik ga zometeen even lekker relaxen. Ga ik straks douchen en eten. En vanavond kijk ik een programma terug. Want dat had ik maandagavond opgenomen. Dat is met BN'ers die mensen ophalen. Dan gaan ze gesprekken hebben in de auto. Ik weet niet of het heel leuk is. Maar ga ik even terugkijken. En dan pak ik nog even een afleveringetje van waar doen ze het van. En dat is het eigenlijk ook wel. Verder ga ik mijn artikel online zetten dan. Die moet ik nog schrijven. En ik moet eventjes nog een thumbnail maken. En dan ga ik verder met Anne Plus. En vanavond heb ik dan weer oogappels. Dat vind ik ook altijd wel weer leuk. Dus verder niet een hele speciale planning. Ik heb nu een van die labello's op. Die heb ik in de vorige week vlog laten zien. Hij geeft niet echt kleur. Maar hij voelt wel heel lekker verzorgd aan op mijn lippen. En dat is wel heel fijn. Ja, eigenlijk wordt het vanavond niet heel veel bijzonders. Maar ja, dat ben ik wel gewend. En morgen is weer boodschappendag. Dus nou ja, ik heb wel in ieder geval even wat dingen kunnen doen. Ik heb even wat was al in de kast liggen, nog niet alles. Dus ik moet boven zo nodig opruimen en ik weet niet waar ik beginnen moet. En oh, mijn hoofd zit gewoon een beetje vol momenteel, merk ik. Maar goed, ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is alweer 6 mei en ik ben klaargemaakt. Ik ga straks boodschappen doen. Ik hoef niet zo heel veel boodschappen te doen, maar ik ga pas laat, 4:15. Want ik ga dinsdag alweer, want ik ga dinsdag naar de IKEA, want het is volgende week donderdag hemelvaartsdag. Oh, lekker dit. Dus dan ga ik niet. Dan zei mijn coach, dan kom ik dinsdag. Maar het goede nieuws is, ik heb mijn perkplantjes bij elkaar. Bij de Plus kon je perkplantjes sparen, dat is ieder jaar. Alleen dit jaar was het landelijk. Normaal gesproken is het vaak plaatselijk. Alleen dit jaar moest je 40 zegels hebben. En dat was de vorige jaren toch wel wat minder. Ja, ik red dat niet in mijn eentje, 40 zegels. Want ik doe mijn boodschappen wel bij de Plus. Maar als ik in één week 20 euro bij de Plus uitgeef, is het veel. Omdat ik ook verspreid over andere winkels. Ik ga ook naar de Lidl toe. Dus het was een hele uitdaging, maar mijn moeder die werkt in de thuiszorg en die heeft nog best wel veel cliënten die ook naar de Plus toe gaan en die hoeven die zegeltjes dan niet. Dus dan kreeg mijn moeder ze. Dus mijn moeder appte van de week, nou ik heb er al 30. Mijn moeder is zelfs van de week ook even naar de Plus geweest, dan komt ze eigenlijk nooit, om wat te halen voor zegeltjes van mij. Dus dan zei ze, nou ik heb er 30. Ik zeg, nou wat goed, dan ben ik er al. Dus die had ze opgestuurd en die zitten dus nu in de brievenbus. En dat vond ik wel even spannend, want ja, komt het op tijd aan? Want je kunt het maar tot zaterdag inleveren. Maar ze zijn aangekomen, dus dat is heel fijn. Dat betekent dus nu dat ik maandag moet schoonmaken. En dan ga ik zometeen alvast de video opnemen voor volgende week zaterdag. Dus ja, het was er eventjes plannen in mijn hoofd, maar ik heb de planning rondgekregen. Gisteravond heb ik lekker tv gekeken. Ik zag ineens op Facebook dat Zeeman Confronteert Stalkers weer kwam. En dat vind ik altijd heel mooi. En het lijkt eigenlijk heel erg op het programma Gestalkt van SBS6. Maar Thijs Zeeman is naar RTL 5 gegaan. Hij deed ook eerst Gestalkt op SBS6. En nu hebben ze een soortgelijk programma gemaakt. En dit was een vrouwtje. En haar grote liefde was overleden. In die relatie heeft zij zeg maar de rijbewijzen nog gehaald. En nadat haar vriend dus was overleden, heeft ze als tweede persoon die rijinstructeur gebeld. Nou, dat kwam op een gegeven moment, is al dus tot een relatie gekomen. Het was wel heel heftig. Want er zijn hele heftige dingen gebeurd. Toen zei zij dus nu, ja, mijn ex stalkt mij. Dus nou, ze zijn van het programma een nieuw onderzoek gestart. Ze hebben camera's opgehangen. Alleen er gebeurde gewoon helemaal niks. Dus je zag die man niet. Zij zei dan, ja, ik word gevolgd door hem. En dat bleek dan helemaal niet zo te zijn. Dus het was allemaal heel raar. Dus ja, ze hebben op een gegeven moment gezegd, we zetten het nu on hold. Want ja, we kunnen gewoon geen confrontatie doen, want er is geen bewijs. Ja, Mickey, wat is er?
En eigenlijk op dat moment dat ze dat hebben besloten, komt er dus een mailtje binnen van haar ex, die graag in gesprek wil met Thijs Zeeman. Nou, dat heeft hij ook gedaan, om zijn kant van het verhaal te vertellen. Nou, Thijs heeft hem wel geconfronteerd met een paar heftige dingen die echt heel heftig waren, die zijn gebeurd. En daar schaamde hij zich gewoon heel diep voor die ex. Kom maar, Mickey. En toen zegt hij. Maar hij had dus bewijzen. En wat bleek nu? Deze vrouw die stalkte haar ex. Dus het was niet ik word gestalkt door mijn ex. Nee, ik stalk mijn ex. Maar dat ging er bij haar ook absoluut niet in hoor. Zij geloofde dat niet en ze kon dat zich niet tot zich door laten dringen. Dus. Maar dat was echt wel heel erg heftig. Ja, ik vind het altijd een mooi programma. En daarna heb ik Ik Neem Je meegekeken. Dat is een nieuw programma op SBS6. Dat was maandag. Er gaan BN'ers die gaan een ritje maken met mensen die ergens heen moeten. Dit keer was het Gordon, Britt, Dekker en Jeroen van der Boom. En deze mensen mogen ook zelf aangeven met wie ze dat ritje graag willen maken. Dus ja, dat hebben ze gedaan. En dat was eigenlijk heel erg een mooi programma ook. Mijn foto's, ik heb nog wat foto's bewerkt voor een extra artikel. Ik heb mijn vlog ingepland, thumbnail gemaakt en mijn artikel geschreven. Toen ben ik Anna Plus gaan kijken en ik zei gisteren heel leuk, ja, ik ga weer lekker oogappels kijken. Maar oogappels kwam niet, want het was iets met bevrijding. Iets met bevrijding zoals op tv, dus nou ja, goed, dat kwam helaas niet. Dus toen ben ik verder gegaan met Mokro Mafia seizoen 2 en dat ging heftig van start. Dus ja, ik heb wel weer zin om door te kijken, maar dat wordt pas weer zondag, want ik heb vanavond weer zondagstad. Dus, de avond kort samengevat. Ik ga nu eventjes hier stofzuigen. Dan ga ik even de video opnemen. En dan ga ik eventjes boven de was opruimen. En dan zal het straks wel weer een keer tijd zijn om te gaan boodschappen doen. Dus ik ga nu eerst even stofzuigen en dan eventjes de video opnemen. Dan is dat in ieder geval gebeurd. Zo, ik kom echt letterlijk net binnen, dus ik ga jullie dan ook morgen de boodschapjes laten zien. Het is nu 6:50, dus ik ga lekker douchen, dan ga ik eten maken. Ga ik Goede Tijden kijken en Petit Chateau. En dan ga ik daarna eventjes bij Loens het van terugkijken. Vanavond moet ik de foto's bewerken. Ga ik verder met Anne Plus en ga ik eventjes lekker... Zonnestad kijken. Dus jullie houden de boodschapjes even te goed voor morgen. Toen blijf ik de vriezerdingen in de vriezer. Ik had bijvoorbeeld wel weer patat, aardappelschijfjes, rostirondjes en vlees gekocht. Maar de rest laat ik je dan morgen zien. Want ik ga het nu ook niet meer naar boven brengen. Ik ga nu de douche in en ik ga lekker douchen. Dus ik zou bij deze dan ook zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 7 mei en ik ben klaargemaakt. En ik had gisteren nog een situatie. Dat heb ik jullie nog niet verteld. Om mijn horloge zit een koffertje. Kijk, je kunt hem nu zien. Er zit een koffertje op. Ik kan dat koffertje nog wel eens verliezen. Dat is me al een paar keer overkomen. Vorige week zaterdag nog. Toen zag de vriendin van mijn vader hem liggen. Daar had ik geluk mee. En gisteren was het weer zover. Ik was even naar het Kruidvat geweest. Want ik had iets gezien voor Moederdag. En dat wilde ik alvast kopen. Ik ga niet naar mijn moeder toe met Moederdag. Maar... ik had al wel gezegd, je houdt het nog te goed. En om eens een keertje niet met het alledaagse douchecrème aan te komen, had ik iets anders bedacht. Ze hadden ook sport-BH's in de aanbieding van Umbro, maar helaas zat mijn maat er al niet meer tussen. Dus die heb ik niet gekocht. Maar goed, ik heb mijn spulletjes afgerekend. En toen liep ik naar de winkel waar ze kaartjes hadden, want ik dacht, nou, is het wel leuk om een kaartje naar mijn moeder te versturen.
Dus nou, ik heb mijn spulletjes, ik heb de dingetjes die ik moest hebben, heb ik op de toonbank gelegd. Ik ga afrekenen, ik kom erachter, ik ben weer dat koffertje van dat horloge kwijt. Ik denk, shit. Nou, afgerekend, dus ik had buiten nog even in die bak gekeken voor de kaartjes. Uiteindelijk was ik ook niet helemaal tevreden qua kaartjes, want wat wil nou het feit? In de tijd dat de winkels dicht zitten en je alleen een kaartje in de supermarkt kon kopen, betaal je de hoofdprijs van 3 euro voor een keer een kaartje. En nu hadden ze hele leuke kaartjes die helemaal niet zo duur waren. Dus daar behaalde ik een beetje van, want die vond ik eigenlijk veel leuker. Maar goed, buiten in dat bakje waar ik het kaartje had uitgehaald, lag het ook niet. Toen ben ik nog wel even teruggegaan naar het kruidvat. Ik heb nog even in de pijpje gekeken waar ik ben geweest. Goh, ligt die hier nog? Ik heb het zelfs gevraagd. Goh, hebben jullie soms een koffertje gevonden? Nee, ze had niks gevonden. Ja, goed, dan houdt het op. Dus ik had er eigenlijk al een beetje bij neergelegd dat ik een nieuwe moest gaan kopen. Toen hebben we nog even in de auto gekeken of die daar soms lag. Lag die ook niet. Dus mijn coach zegt nog, ja, maar waar dient dat dan voor? Ik zeg, ja, het is gewoon puur bescherming dat je geen krassen krijgt op dat scherm. Want ja, het is best natuurlijk wel een investering, dus je wil me ook netjes houden. Dus ik had al gedacht, nou, dat gaat me weer 18 euro kosten, want die dingen zijn bol.com 18 euro. En bij AliExpress zijn ze 1,55 euro. Maar ja, daar moet je weer maanden op wachten. Dus, nou, boodschapjes gedaan. We zouden naar de welkoop gaan. Ik kijk toch even in het tasje waar ik mijn spulletjes had ingestopt. En daar zat hij dus alsnog in. Dus ik ben hem in het tasje verloren. Dus het was echt een geluk bij een ongeluk. Dus ik heb hem uiteindelijk wel weer teruggevonden. Maar ik ga nu bij AliExpress gewoon even een paar bestellen. Want er gaat gegarandeerd nog een keer komen dat ik hem weer verlies. En dan heb ik gewoon wel een paar op voorraad. Want het kan natuurlijk ook een keer zijn dat ik hem niet meer ga terugvinden. Dus dan heb ik in ieder geval wat liggen. Dus dat was nog even een situatie. Ik zal je zo nog even de aantal boodschapjes laten zien die ik heb gehaald. Ik heb dus niet heel veel meer over, want ik had bijvoorbeeld nog een pak sap gekocht. Die heb ik al in gebruik genomen en de vriezer dingen zitten er al in en in de koelkast de dingetjes. Dus ik laat je zo nog wel even zien wat kleine beetje wat over is. Nou, gisteravond heb ik Petit Château gekeken. Was wel heel erg leuk, maar ik vond het ook wel een heel druk kamertje. Want ze gingen een kamertje maken voor een tweeling. Ze hadden een soort chateautje gemaakt. Het was echt super schattig, maar ik vond het wel heel druk. Want ze hadden ook een hele grote muurtekening laten maken. Ja, hartstikke mooi. Maar ik vond het voor een babykamertje best wel druk. Maar goed, het was wel heel leuk. Daarna heb ik even Waar doen ze het van gekeken. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Ik heb nog even wat boeken op mijn stickje gegooid. Want al mijn boeken die ik heb, die gooi ik op een stickje. Zodat ik het altijd bij de hand heb. En volgens mij klopt het stickje niet helemaal. Dus ik zou eigenlijk alle boeken een keer die ik op mijn e-reader heb staan, moeten exporteren naar het stickje toe. En toen ben ik daarna Anneplus gaan kijken en Zonnestad. Dus dat was verder ook de avond niet heel bijzonder. Ik was ook best wel moe, maar ik ben zo'n fantastisch boek aan het lezen. En dan wil je toch even doorlezen. Dan moet je op een gegeven moment zeggen, nou, ik leg het nu weg. Dus dat was wel heel fijn. Dus dat was verder de avond. Ik ga nu zometeen eerst eventjes een wasje erin doen, want ik heb best wel veel was weer. Dan wil ik boven eventjes wat gaan opruimen en dan ga ik daarna even bullet journalen. Dus dat is verder de planning. Maar ik zal jullie eerst eventjes de boodschapjes laten zien. Dan hebben we dat gehad en dan ga ik daarna even stofzuigen en de was aanzetten. Hier staan nog wat boodschappen. Dit is de cola die ik had gehaald en 2 zakken met kattengrit. Dus dat had ik ook nog gehaald, maar dat is niet echt handig om zo te laten zien. Dat film ik even zo. Ben ik in beeld? Half. Ik heb hier allereerst... Ik ga even wat dingen aan de kant leggen, want hier zitten dus ook het moederdagcadeautje zit hierin. Dat is even niet zo handig. Bij Kruidvat heb ik 2 keer Dettol gehaald. Ik was maar hier altijd mee. Het was tweede halve prijs, dus ik heb nu weer gewoon deze en heb ik die weer op voorraad. Want het gaat bij mij best wel hard. Nu had ik de tweede voor 1,50 euro, geloof ik. Dus dat was de Dettol. Even kijken hoor. Dan heb ik een pak Chocomel. Ik was ook even bij de Aldi geweest. Die heb ik daar even meegebracht. Ik heb nog een Ajax meegenomen. Een allesreiniger. En dit is met rode bloemen. Die vind ik heel erg lekker. En die was maar 1 euro bij de Aldi. Dan heb ik bij de Aldi shootjes gekocht, want ja, ik laat zo nog een shootje zien, maar ik was dus laatste bij de Aldi. En hun hebben dus
ook rundvlees. Er zitten dus 5 jus in, kost 75 cent. Ze hadden ook de gewone normale jus, maar ook met uitjes. Maar ik vind de rundvlees altijd lekker. Dus die heb ik een keer bij de Aldi meegenomen om te kijken of dat ook bevalt. En ook bij de Aldi had ik een frietsaus meegenomen, want die was nu heel goedkoop. Die was nu 1,79 of zo. En normaal betaal je wel 2,19. Dus die heb ik daar ook nog even meegenomen. Wat ik ook heb is, die mocht ik gratis meenemen. Dat is een bakje voor het kattenvoer in te doen. Dus het is gewoon zo'n plastic ding. Dus die ga ik gewoon in de bak stoppen met kattenvoer. Bij Lidl kwam ik nog een blouse tegen. Aangezien ik de laatste tijd helemaal blij ben met blouses, heb ik deze meegenomen. Met een leuk printje. Ik vind het dan heel erg leuk om die in mijn broek te stoppen. En dit is maatje 36. Ik heb er heel een van en die bevalt gewoon super goed. Dus die heb ik ook nog even meegenomen. En het enige wat er nu dan nog in zit is nog een shootje. Want ja, de rest heb ik allemaal opgeruimd. Dus niet heel erg veel. De bloemetjes zijn nu ingeleverd, de zegeltjes. Dus dat is ook mooi. Ik ga dit zo eventjes naar boven brengen. En dan ga ik nu eerst even de was aanzetten. En dan eventjes stofzuigen in de kattenbakken scheppen. Zo, ik ben boven even aan de gang geweest. Ik heb even het een en het ander schoongemaakt. Ik had een doekje meegenomen. Toen heb ik even boven op de kledingkast schoongemaakt. En ik heb daar ook een Kallax-kast staan van Ikea. Daar heb ik even alles van schoongemaakt. Hier en daar wat stof gezogen. Ook wat spinnen, want die waren natuurlijk ook weer een vol ornaat aanwezig. Maar het schiet nog niet echt op. En dat komt ook omdat nu natuurlijk dat schoenenrek, dat ligt half uit elkaar. Dat moet weer even opgebouwd worden, zodat de schoenen er ook weer netjes op kunnen. Het is nog niet helemaal wat ik wil. Maar ja, het heeft gewoon tijd nodig. En ja, ik probeer nu gewoon elke keer weer een beetje te doen. Maar ook mijn boodschap. Ik heb gewoon eigenlijk te veel voorraad. En dat probeer ik nu ook allemaal een beetje op te maken. Zodat er niet meer zoveel staat. Dus dat is ook wel een doel waar ik mee bezig ben. Maar op zich was het wel even fijn om bezig te zijn. Alleen ja, ik heb gewoon niet zoveel kunnen doen als dat ik zou willen. Omdat ik gewoon eventjes door de boom het bos niet meer zie. Maar goed, ik ga gewoon hopen dat ik dat weer op kan gaan pakken. Volgens mij heb ik een... Ja, zie, zit allemaal stof op. Hele vieze bril. Nou, daarna even lekker gebullet journal. Maar dat hebben jullie dus kunnen zien. Katten hebben net gegeten. Ik heb net even hier de was afgehaald. Want ik heb nu een wasdraaier, dus die moet straks weer opgehangen worden. Ik heb er al een deel van opgevouwen, maar ook een deel is in de wasmand beland. Dat doe ik eventjes bij de televisie vandaag of morgen.
Dus nu ga ik nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond even levenslang met dwang terugkijken. En daarna eventjes first or last. Vind ik wel weer leuk. Dan ga ik mijn artikel schrijven. Dan ga ik de video editen voor morgen. Thumbnailtje maken. Vanavond heb ik de laatste afleveringen van Anne Plus. Dus dan ga ik morgen kijken naar een nieuwe Netflix-serie. Maar ik was wat dingen kwijt met Bullet Journal, want ik dacht dat ik al wat verhaaltjes had geschreven. Die kan ik niet meer vinden, dus daar moet ik nog even goed naar zoeken. Dat vond ik een beetje gekkig. Ja, en verder kijk ik eigenlijk nog Zonnestad vanavond, dus dat wordt mijn avond verder niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Even mijn bril schoonmaken en even relaxen. Dus ik zou deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag, het is alweer zaterdag, het is 8 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gelijk mijn make-up ook een beetje opgeruimd, zodat de kaptafel weer een beetje leeg is. Vandaag heb ik niet heel veel op de planning. Ik ga eventjes stofzuigen en standaard dingen doen. Wil ik boven eigenlijk nog eventjes wat gaan doen. En dan ga ik daarna even mijn kwasten wassen. Dat vind ik wel even spannend. Want ik ga ook mijn nieuwe kwasten van Morphe wassen. Dus ja, dat is wel even spannend of hoe dat allemaal gaat. Of ze helemaal goed schoon worden en zo. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Want volgende week kan ik niet zo heel veel. Dus deze week wil ik lekker veel bullet journalen. Gisteravond heb ik even levenslang met dwang teruggekeken. Daarna weer first or last. Dat was wel weer heel erg leuk. Ik heb wel weer heel erg gelachen. Mijn artikeltje geschreven. De video in elkaar gezet. Die inmiddels ook al online is. Tijger, doe eens rustig. Toen ben ik de laatste twee afleveringen van Anne Plus gaan kijken. Dus vanavond moet ik een nieuwe serie uitzoeken. Dus daar ga ik nog eventjes overdenken. En dan ga ik. En heb ik Zonnestad gekeken. Dus dat was het ook eigenlijk. Ik heb wel mijn was weer opgehangen. Hier had ook een gedeelte, want het was best wel veel. Dus ja, dat was het ook eigenlijk wel niet heel veel spannends of zo. Alleen in mijn keuken en in mijn douche hangt een geur. Want iemand heeft volgens mij nasi staan koken met saté. En het is een beetje aangebrand. En die geur zit nu bij mij in mijn keuken en in mijn douche. Dus hij is fijn. Niet. Dus dat is even wat minder. Maar goed, ja, doe je ook niet zo heel veel aan. Maar het ruikt niet zo lekker in ieder geval. Dus ja, ik ga nu gewoon eventjes stofzuigen en zo. Dan kan ik boven even wat doen. Dan zet ik jullie erbij als ik de kwasten ga wassen. Doe ik wel weer even met de hand. Want ik heb nog steeds geen batterij gekocht. Niet meer aangedacht. Super stom. Dus ja, dan doe ik het maar even op de ouderwetse manier. En dan ja, is dat het ook eigenlijk wel. Er is verder ook weinig gebeurd in de tijd dat ik jullie niet meer heb gezien. Dus ja, tijd om eventjes wat te gaan doen. Zijn ze redelijk schoon. Je ziet hier en daar nog wel wat oranje kleur erin zitten en roze, maar dat gaat vanzelf. Ik wil ze ook niet te lang eronder houden, maar op zich zijn ze wel goed schoon. Dus daar ben ik wel weer blij mee. Ik ga jullie even mee naar boven nemen, want dan kan ik jullie even laten zien wat ik daar heb gedaan. Daar ben ik natuurlijk nu 2 dagen bezig geweest. Welkom in het donkere hol. Gisteren heb ik dit helemaal schoongemaakt, erbovenop en wat plek gemaakt.
En ik heb straks mijn bureautje opgeruimd. Helemaal netjes gemaakt. Hier zaten heel veel papieren in die weg konden. Die heb ik allemaal weggegooid. Dus die is nu ook wat netter. En ik heb dit helemaal schoongemaakt gisteren nog. Dus nou, voor nu vind ik het wel weer prima. Dus even mee naar beneden nemen. En dan ga ik nog even bullet journalen. Nou, de katten zijn weer uitgegeten. Ik ben eigenlijk nog best wel even lekker bezig geweest. Ook met bullet journalen. Want ik heb al best wel wat doodles af. Gaat nu weer wat makkelijker af, dus dat is altijd wel fijn. Ik ben blij dat het bureau opgeruimd is. Er kon echt heel veel papieren onder de weg. Dus dat heb ik allemaal in de. Ik heb zo'n boodschappentas daar waar ik het oude papier in gooi. En als die dan vol is, kan het in de kliko. Dus dat was ook wel weer fijn. Maar je komt boven gewoon heel veel dode vliegen tegen. Dus ja, dat wordt gewoon elke keer met de stofzuiger er even langs, zeg maar. Maar op zich wel even fijn. Ik ben ook blij dat de kwasten weer lekker schoon zijn. Dat geeft me altijd ook wel weer een lekker gevoel. Dus ja, wat dat betreft was het eigenlijk best wel een lekker middagje. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. En vanavond denk ik dat ik een film op Videoland ga kijken. Want er is eigenlijk weinig op tv wat mij interesseert. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Maar ik heb nog geen idee welke. Dus dat zullen jullie morgen horen. Ik wil wel eventjes aan de slag met de vlog vanavond, alvast we beginnen met editen. Dan heb ik voor mezelf weer een heel groot project aangesleept. Ik wil eigenlijk alle muziek wil ik weer even gaan nakijken, zeg maar, die op mijn externe harde schijf staat. Wat er nog ja, goed van is, of de afbeeldingen nog goed staan en zo. Dat zijn allemaal van die klusjes, ja, dat wil ik dan gaan doen. Dus daar wil ik misschien nog even na gaan kijken, maar even kijken hoe ver ik kom. Ik ga sowieso een nieuwe Netflix-serie dan beginnen, maar ik weet nog niet welke. Dus ook dat hoor je morgen. En ik ga Zonnestad kijken vanavond. Die geur van dat eten hangt nog steeds in mijn huis. Dat is nog steeds niet zo lekker. Dus ja, ik hoop dat dat straks een beetje wegtrekt. En er was volgens mij nog iets wat ik wilde zeggen. Oh ja, het kaartje van mijn moeder is in ieder geval aangekomen. Dat is mooi, maar ze gaat hem morgen pas openmaken. Ik heb niet gezegd dat het van mij is, maar ik denk dat ze het al wel weet aan mijn handschrift te zien. En ja, ik moet een nieuw boek beginnen vanavond. Ik heb nog een paar bladzijden van mijn andere boek, dus die lees ik uit. En dan ga ik vanavond ook weer een nieuw boek beginnen. Dus wat dat betreft ook wel weer zin in. Dus ik ga nu lekker relaxen en ik zou bij deze dan zeggen, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 9 mei, het is natuurlijk moederdag. Nou ja, ik had al verteld dat wij daar verder niks aan deden. Ik had een kaart naar mijn moeder gestuurd, daar was ze heel blij mee. Natalie had een cadeautje achtergelaten met een kaart. Dus nou ja, we hebben er voor ons geval wel wat aan gedaan. Maar mijn moeder houdt mijn cadeautje dan nog te goed. Maar ja, we hebben er nooit echt een heel erg ding van gemaakt. Weet je, vroeger maakte je wat op school. En ja, tegenwoordig doen we er niet echt meer wat aan. Ik vind het dan wel belangrijk dat ik dan nog uiteindelijk wat geef als ik mijn moeder zie. Maar goed, het is nooit op moederdag zelf. Ik zit inmiddels klaar, want zometeen komt de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Toch de klassieker. Is natuurlijk niet heel spannend meer, want ik bedoel, Ajax is kampioen. En ja, er valt niet heel veel meer te behalen. Ik verwacht ook niet op zich dat Ten Hag zijn beste spelers zal opstellen. Want ja, wij hebben gedaan wat we wilden en dat is kampioen worden. Ik verwacht wel nog een beetje gezeik, want de afgelopen dagen is er in Rotterdam zijn er wat cafés, er zijn ontploffingen geweest. De Rotterdammers gaven de Amsterdammers weer de schuld. Of dat helemaal terecht was, dat weet ik niet. De politie wilde gaan staken. Nou, uiteindelijk heeft het kabinet het nu zover gekregen dat ze niet gingen staken. Want ja, bij een klassieker als deze kan het gewoon niet, omdat je gewoon weet, er gaan toch wel Amsterdammers naar Rotterdam komen. Dus ja, weet je, er gebeurt toch altijd wel wat tussen die twee. Ja, dit is toch altijd wel echt haat en nijd tussen die twee ja, supporters vooral. Dus ja, ik verwacht nog wel het een en ander. Maar goed, ik heb wel zin om naar de wedstrijd te kijken. Het was toch altijd wel een wedstrijd waar ik ook naar uitkeek en die ik tevens ook heel spannend vond. Ik heb gisteravond lekker film gekeken op Videoland. Casanova's, die was gisteren toegevoegd. En ik dacht, nou, ik ga hem ook gewoon gelijk kijken. Want hij leek me hartstikke leuk. Hij was ook heel erg leuk. Dus daar heb ik wel van genoten. Toen ben ik mijn vlog in elkaar gaan zetten, alvast voor een groot deel. Dus die is ook al klaar. Ik ben alvast begonnen met een deel van een artikel voor dinsdag. Dus wat dat betreft heb ik lekker vooruitgewerkt. Nou, toen ging ik een Netflix-serie kijken. Ik weet de naam al niet eens meer. Het was iets met een B. Maar
Ik heb 10 minuten ervan gezien en ik dacht, nee, ik vind er helemaal niks aan. Ik kwam er maar niet in. Dus toen heb ik hem uitgezet. Toen ben ik begonnen met Emily in Parijs. En dat is wel echt een hele leuke serie. Het zijn wel maar afleveringen van 30 minuten. Dus ik kijk er dan 2 achter elkaar. Maar ja, ik heb er altijd heel veel moeite mee om een serie uit te zoeken. Ik weet niet of het herkenbaar is voor mensen. Maar ik vind het altijd wel een beetje een drama. Nou, en datzelfde drama had ik ook met een boek. Want ik had mijn boek uitgelezen gisteren. Toen wilde ik in een nieuw boek beginnen. En ik kwam in de boeken die ik opende maar niet in. Het waren een beetje zware boeken of zo. Ik dacht, nee, vind ik ook niet leuk. Die vind ik weer niet leuk. Uiteindelijk heb ik een boek gevonden die ik dan wel heel leuk vond. Dus daar ben ik nu mee begonnen. Dus nou ja, goed, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Maar het was wel een beetje een drama. Ik vind het trouwens wel een beetje vies weer. Want het is wel 24 graden. Het is heel vies warm. Maar het waait buiten ook heel erg. En er zitten wel buien aan te komen. Dus ik verwacht ook wel regen. Maar ja, ik vind het niet echt een lekker weertje. Het is heel vies benauwd nu buiten. Ik ga nu even stofzuigen. Dan ga ik de groenten afhalen terwijl ik de wedstrijd kijk. En dan ga ik straks even foto's maken. En ik laat je uiteraard even zien waar ik foto's van ga maken. En ik wil nog eventjes dit een beetje weer eventjes bijwerken. Want hier heb ik alweer wat haartjes die groeien. Dus die ga ik ook nog even weghalen. Dus dat is het eigenlijk ook wel. Verder niet heel veel bijzonders. Ik zet je ook nergens bij. Maar goed, dat zijn jullie gewend op zondag. Dus tijd om even te stofzuigen. En dan ga ik zitten voor Feyenoord Ajax. Want ik heb wel zin in goede potvoetbal, zeg maar. Zo, ik had trouwens gisteren ook nog naar Zonnestad gekeken. Maar dat was ook wel spannend. Ik zit naar deze wedstrijd te kijken en ik irriteer me echt mateloos. De scheids is echt super partijdig. Hij heeft net rood uitgedeeld aan een speler van Ajax. En dat was gewoon geen terechte rode kaart. Op een gegeven moment scoorde Ajax, die staat nu met 1-0 voor. Toen scoorde Feyenoord, dat was buitenspel. En toen probeerden ze nog een keer te scoren en die bal die kwam tegen de borst aan. En toen heeft de scheidsrechter dat het hands was. En die man die heeft dus nu gewoon rood gekregen. Dus we spelen nu nog met 11 tegen 10. Maar het is gewoon super onterecht. Dus ik heb echt zoiets, ga ervoor even terugkijken, want het slaat helemaal nergens op. Dus ja, ik was een beetje boos. Ik ga je even de fotospullen laten zien. Want ik heb even de spullen naar beneden gehaald. Ik heb deze set van Max en Moor hier liggen. Dat is die giftset met een oogschaduwpalette, lippotloodje, lipstick en een mascara. Dus die ga ik fotograferen. Dan heb ik hier 2 eyeliners van Catrice. De 24-hour lasting. Ik heb de waterproof en de gewone variant. En dan heb ik hier nog een mist van Essence. Dus hier ga ik nu even foto's van maken. Dus dan, dan is dat ook weer klaar. Dus dat ga ik eventjes doen. Zo, de katjes hebben net gegeten. En het is hier weer onwijs zonnig. De buien zijn weggetrokken, maar de wind waait nog wel steeds. Ik heb alles klaar, de foto's zijn klaar. Ik heb net eventjes dit hier weggehaald, dus ik heb een beetje rode plekken, want dat trekt altijd wel een beetje, maar dat gaat wel weer weg. Ja, we hebben gewonnen, weet je, het is 3-0 geworden, maar ik vond het gewoon een baggerwedstrijd. Uiteindelijk speelden we met 10 tegen 10, want Feyenoord kreeg ook nog een keer rood en dat was wel terecht. Maar ja, ik was het met bepaalde beslissingen gewoon niet eens. Ik was wel een beetje pissig hier. En, maar ja, goed, volgens mij is het nu nog 2 wedstrijden als klaar. Dus, nou ja, weet je, dan, net als ik zeg, spannend is het toch wel niet meer. Ik zie dat er nu eentje van Feyenoord het veld afgedragen wordt. Ik moet trouwens ook heel erg wennen altijd als Ajax in een uitshirt spelen. Ja, ik zie ze toch altijd liefst in het rood-wit. Maar ja, dat kan natuurlijk niet tegen Feyenoord, omdat die ook rood-wit hebben. Dus, ja, dat wordt hem dan niet. Maar goed, we hebben het in ieder geval gedaan. En Feyenoord heeft 2 eigen doelpunten gescoord. Dus ja. Hoe wil je verliezen? Maar goed. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen. Vanavond eten. Ik heb frietjes met schnitzel. Dus dat is wel lekker. Ik weet niet of ik had verteld over mijn kipfiletje. Maar ik kwam er dus achter dat die dus niet goed was. Die heb ik dus nu in de vriezer gestopt. Die was eigenlijk tot gisteren. Die wilde ik morgen eten. Dus dat had ik weer niet helemaal goed opgelet bij de supermarkt. Dat moet ik echt beter op gaan letten. Vanavond kijk ik even deze quizjes voor jou.
En ik denk nog even flikken Maastricht op België. Er is verder niet zoveel. Ik ga mijn foto's bewerken. Oh, ik had echt nog een fotootje moeten maken. Oh, dat moet ik zo eigenlijk nog even doen. Maar wil ik nog even wat doen, misschien aan het artikel voor dinsdag. En ja, dat wordt het ook wel. Verder niet heel bijzonders. Dus ik ga wel even mijn nagels doen. Maar verder wordt het ook gewoon een chill avondje. Ik ga weer verder met Emily in Parijs. En ik heb vanavond ook weer Mokro Mafia. Dus ook wel weer spannend om mee verder te gaan. Dus goed, ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Want ik ga nu toch niks meer doen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 10 mei. Ik ben klaargemaakt. En ik ga hier zo de boel doen. Ja, het is allemaal een beetje raar. Want ik kreeg een appje van mijn coach. Die moet zich nu laten testen op corona. Dus het is niet zeker of zij morgen komt. Dus ik moest even wat regelen. Want ik had geen boodschappen meer. Dus als zij niet komt, dan gaat mijn vader morgen even mee voor boodschappen. Dus ja, dat is allemaal eventjes een beetje vervelend. Maar goed. Ik heb mijn nagels in ieder geval gedaan. Ik heb gel lak erop zitten. Er zit er nu eentje gigantisch op de kattenbak te drammen. Die heb ik gisteravond gedaan. Ik heb hier naar deze quizjes voor jou gekeken. Ik ga even op de slaapkamer zitten, want dit is gewoon echt drama met het geluid zo. Het was wel weer leuk. Het was wel moeilijk, dus ik heb het niet heel goed kunnen spelen. Maar ach, het was wel leuk. Ik had wel weer allemaal kleine spinnetjes hier op de slaapkamer. Dus ik moet echt even kijken waar dat vandaan komt. Daarna heb ik even flikken Maastricht gekeken op België. En ben ik dus met mijn nagels aan de gang gegaan. Maar ik ben er echt een uur en een kwartier mee bezig geweest. Want de basecoat moet erop, dat moet onder de lamp. Dan moet de kleur erop, dit moet onder de lamp. Dan doe ik er nog een laagje van de kleur op, moet onder de lamp. En dan op de topcoat. Dus nou, daar was ik wel even zoet mee. Ik heb mijn foto's bewerkt voor mijn artikel voor vandaag. En toen ben ik weer Emily in Parijs gaan kijken. En daarna lekker... weer Mokro Mafia. Dus dat was verder ook de avond. Ik ga nu gauw aan de gang. Dus ik zet jullie er even bij als ik kattenbakken ga doen. Dan ga ik de gang doen en de douche. En dan ben ik weer rond. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus ik zet jullie er gewoon weer eventjes bij. Zo, ik ben klaar met alles. En misschien vraag je je af, hey, heb je je omgekleed? Dat klopt. Ik had het zo warm gekregen met mijn trui, want blijkbaar is de warmte van buiten blijft toch nog wel hangen. Ik weet ook eigenlijk niet hoeveel graden het hier binnen is. Het is hier nu 21 graden ook. Ja, dat is ook niet zo gek dat ik het warm heb. En dan krijg je het met poetsen natuurlijk nog warmer. Ik heb nog niks vernomen van mijn coach. Dus even afwachten of dat... wanneer die uitslag binnenkomt. Ik heb nu in ieder geval mijn dingetjes gedaan. En ja, alles is weer schoon. Maar ik had er vandaag toch een beetje moeite mee. De energie was er niet echt. Normaal start ik op de maandag een beetje rustig op. En dat kon nu natuurlijk niet. Maar goed, het is wel weer klaar. Katten hebben ook lekker gegeten. En ik ben nu best wel moe, moet ik zeggen. Dus ik ga zo even lekker relaxen. Vanavond, ik ga Helbe Mannes klussen kijken. Chateau Meiland komt niet meer. Ik wil nog wel even, ik neem je mee opnemen. Maar dat ga ik kijken. Wat ik nog meer ga kijken is Emily in Parijs en weer... Mokro Mafia. En dan moet ik aan de gang voor mijn blog. Dus ik moet berichten schrijven. En ik wil er eigenlijk twee schrijven. Zodat er morgen ook nog eentje online komt. Dus dat is het verder ook niet heel veel bijzonders.
Dus ja, ik heb alleen nog steeds wel heel veel last van die kleine spinnetjes. Dus mocht je een tip hebben voor mij waar kleine spinnetjes vandaan komen en wat ik er tegen kan doen, laat het me alsjeblieft weten, want ik word er een beetje gek van. Toen ik opkwam en ik kwam in de keuken, zag ik ook alweer zo'n raar spinnetje boven zitten. Dus ja, het spinnenseizoen is weer geopend en mijn huis is blijkbaar leuk voor spinnen. Dus ja, daar word ik een beetje gek van. Maar goed, ik ga nu lekker relaxen. Jullie horen morgen wat het is geworden. Of dat ik nou met mijn vader ga boodschappen doen of toch met mijn coach. Dus ja, dat is ook voor mij nog even spannend. Ja, en als ik met mijn vader boodschappen ga doen, heb ik morgen een dagje, een beetje een relaxed dagje voor mezelf. Want ja, dan gaat de IKEA natuurlijk ook niet door. Maar goed, dat gaan we morgen zien. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 11 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik moet alleen nog wat op mijn lippen, maar ik wil zo nog even wat drinken. En ik ga zo boodschappen doen en naar de IKEA toe. Mijn coachje was uiteindelijk negatief getest. Ik had gisteren al wel geregeld. Want ja, ik wist natuurlijk niks. Dus ik had mijn vader al geappt of gebeld van, joh, kan je eventueel mee voor de boodschappen? Want ik heb maar eten tot vandaag en het is niet zeker of dat mijn coach komt. Nou, dat kon wel. Dus ik voelde me ook wel weer een beetje rot naar hem toe. Dat hij nou eigenlijk niet hoefde te komen. Want hij had speciaal zijn vriendin naar zijn werk gebracht. Naar haar werk gebracht. Omdat hij door de week geen auto heeft. Maar het was helemaal niet erg. Ik ging nu even een bakje koffie doen bij Nathalie. Die was bij mijn moeder. Dus, maar ja, ik voelde me toch wel een beetje rot over. Mijn vader ziet mijn vader sowieso. Dus dan zie ik hem. En dan, maar dan vertel ik in de volgende week nog even wat meer over wat ik ga doen vrijdag. Ik heb gisteren nog even heerlijk gevideobeld met mijn moeder Nathalie en Lente. Nou, wat een lol. Ze hadden nog een heel lief een cadeautje van mij gekocht. Echt super lief. Mijn moeder had weer wat nieuwe kleertjes voor Lente gekocht. Want ja, als je dan bij zo'n winkel bent, is dat gewoon heel aanlokkelijk. Dus dat liet ze allemaal even zien. Super leuk. Maar Lente die staat tegenwoordig. Dus die stond aan tafel. En ja, dan kan ze dichtbij. Hè? Dan kan ze dichtbij de telefoon en dan kan ze zichzelf zien. Dan ziet ze mij ook goed. En ze zat de hele tijd maar te lachen naar me. Oh, zo schattig. Maar ze zat met de afstandsbediening te spelen. Dus ze liet ze elke keer vallen. Dus elke keer zag je dat hele kleine hoofdje zag je naar beneden gaan. Dan duurde het even. En dan kwam dat hoofdje weer naar boven. Had ze die afstandsbediening weer opgeraapt. Zo schattig. En nou, toen naten ze er een paar keer op schoot. En toen wilde ze naar de tafel kruipen. Ze wilde op de tafel kruipen. Nou, dat gaan we niet doen, zegt Nathalie. We gaan niet op tafel. Maar op een gegeven moment nam Nathalie Lente in haar nek. Want Lente vindt het dus super leuk als je een beetje hard met haar doet. Hè? Dan gaat ze helemaal lachen. En ja, gewoon qua spelen een beetje hard, weet je wel. Dus in haar nek, dat vindt ze fantastisch. En toen ging het mis. Lente plaste. En Nathalie zat onder de plas van Lente. Dus dat sijpelde zo lekker langs de luiertje heen. Dus Nathalie was nat. Voor haar echt super hot. Maar ik moest er ergens ook wel om lachen. Want. En zei nou zo, oh geeft niks, kan gebeuren. Maar verschonen vindt ze dan helemaal niet leuk, Lente. Maar dan is ze, daarna is ze weer schoon en dan is het helemaal goed. En toen zat ze me weer lachend aan te kijken en was het weer het blije eitje als die ze daarvoor was. Ze was super moe, maar toch even vrolijk. Dus nou, fantastisch. Gisteravond heb ik bij Man is Klussen gekeken. En ik had echt een beetje medelijden met deze man. Die vrouw vond ik heel overheersend. En ja, hij stond er eigenlijk zo een beetje bij. Hij wilde ook direct meewerken, maar ik vond hem echt een beetje zielig. Zij had echt wel de boventoon in de relatie. En ze leefde ook meer als broer en zus. Dus ja, dat was ook niet echt heel gezellig. Maar goed. Toen ben ik met mijn foto's begonnen. Of foto's. Ja, ik moest één foto nog bewerken. En toen heb ik mijn artikel geschreven. Ik heb een klein stukje van Ik neem je mee gezien. De rest moet ik nog eventjes kijken. En toen ben ik weer verder gegaan met Emily in Parijs. En ook met Mokromafia, maar van Emily in Parijs komt de seizoen 2. En ik vind het echt zo'n leuke serie. Als je echt een beetje vond, een beetje zo'n serie houdt waar je niet heel veel bij na hoeft te denken, is dat echt wel een aanradertje. Ja, Mokromafia was ook weer super spannend. Dus nou ja, was een prima avondje. Ik had het alleen super warm. Ik had mijn slaap ook zo warm. Het is hier in huis ook. Het is natuurlijk, de warmte blijft alweer hangen. Ik weet niet eens hoeveel graden het nu is. Ja, 21. Dus het is wel lekker warm. Maar goed, ik ga nu eventjes hier stofzuigen en even me verder klaarmaken. En dan ga ik straks ergens heen. Mocht ik nog wat kunnen filmen onderweg, dan zal ik het doen. Maar verder zal ik jullie nergens bijzetten, want ik weet niet hoe laat ik terug ben. Dus eerst even die dingen doen en dan op naar de IKEA. Kijken hoe lang de wachtrij is. Ik ben heel erg benieuwd. Outfitje van de dag nog even. Mijn shirtje van Supertrash. Ik had straks een ander shirtje aan, maar die zat te warm. Dat was meer een trui. Dus ik dacht, nou, ik doe even een lichter shirtje aan.
Dus deze geworden dan van Supertrash. Mijn spijkerbroek gewoon van Lidl. En daarbij mijn Bjorn Borg sneakertjes. Dus dat is de outfit voor vandaag. En dan doe ik mijn leren jackie overheen deze. Want het is te warm voor de winterjas. Dus nou, ik ga even wat drinken. En dan ben ik zo meteen klaar om te gaan. Inmiddels weer thuis. Het is 17:30, al een tijdje hoor. We hebben nog even een koffietje gedaan. Even nog wat gekletst. Bij IKEA ben ik goed geslaagd. Er waren wel wat dingetjes op. Dus ik heb niet alles kunnen halen wat ik wilde. Maar goed, we gaan nog wel weer een keertje. Want ik was ook nog weer wat vergeten. Maar goed, er komt nog een extra shoplogje van online. Ik laat je wel even de boodschapjes zien die ik heb gehaald. Even kijken hoor. Oh, dan hebben we dit. Oh ja, dit ligt bovenop. Moet even eruit. Ik heb gehaald. Ze hadden deze weer bij de Lidl. Dus ik heb deze iced tea strawberry weer gehaald. Die vind ik altijd heel lekker. Ik zal iets naar achter gaan. Dat vind ik beter. Ik heb even schaafdichten gehaald. Een pakje met melk. Koffiemelkpupjes. En 2 pakken met spekjes. Dat was bij de Lidl. Bij de Plus heb ik weer patat gehaald. Patatvoer heb ik nu bij Plus meegenomen. Want bij Lidl is het dus weer veranderd. Het is een stuk duurder geworden. Dus ik hoop dat deze ook goed gaat. Maar ik heb nu 7 uur. Want Mickey is ook 7 nu. Ik heb 2 van de flesjes met deze aanmaak, want die vind ik altijd heel erg lekker. En ja, die drink ik veel. Die was nu in de aanbieding, dus die heb ik maar even ingeslagen. 2 zakjes met aardappelschijfjes. Boontjes. Een bakpotertje. Ik heb deze Labello meegenomen, want die lag in de bak van het gaat eruit. En dit is een 24 uur hydratation. Ik heb best wel last van droge lippen, dus die wilde ik eens proberen. En een zakje pinda's, want die was niet aanbieding. Dus dat waren de boodschapjes voor deze week. Ja, ik ga nu even douchen. Dan ga ik koken. Dan ben ik klaar voor de persconferentie. Vanavond heb ik... Ja, er is heel veel. Ik wil even dingen opnemen. Je hebt... Levenslang met dwang ga ik opnemen. Gestalkt ga ik opnemen. En ook BN's in het ziekenhuis neem ik op. Dan kijk ik de Chefmasters. Kit. Nou ja, dat op 4. Met je gerechten namaken. En ik kijk... hoe heet dat nou? 4 handen op 1 buik. Dan ga ik mijn foto's bewerken en de vlog afmaken. En daarna kijk ik weer Emily in Parijs en heb ik weer Mokro Mafia. Dus dat wordt verder mijn avond. Ik ga bij deze dan ook de vlog afsluiten, want ik ga verder toch niks meer doen. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Op de rode button kun je dan klikken. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding van zodra er een nieuwe video online staat... Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!